Hoi lieve jij en welkom terug op mijn kanaal. Tijdens de zwangerschap, maar zeker tijdens de bevalling, zijn er een aantal behandelingen die gezien worden als een routine of iets dat erbij hoort. Een van die dingen is een vaginaal onderzoek. Het is belangrijk voor jou om te weten wat zo'n onderzoek is, wat het jou voor informatie geeft en dat jij 100% de vrijheid hebt om toestemming te geven om een vaginaal onderzoek uit te laten voeren of niet. Over al deze dingen ga ik het hebben in deze video. Jij hebt ten alle tijde het recht om toestemming te geven of niet voor alles wat er voor, tijdens en na je bevalling met jou en bij jou gebeurt. Om voor jezelf op te komen in de kleine dingen, zorg ervoor dat jij het gevoel hebt dat je voor jezelf kunt opkomen in de grote dingen. Mijn naam is Pleunie, ik ben geboortedoula en moeder en het is mijn passie vrouwen alles te leren over hun zwangerschap, bevalling en de postpartum periode. En hun het vertrouwen te geven dat zij gemaakt zijn om een kindje te baren. Op dit kanaal deel ik wekelijks nieuwe video's met jou over deze onderwerpen. Dus wil jij mijn toekomstige video's niet missen, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Wat is een vaginaal onderzoek? Een vaginaal onderzoek wordt ook wel een inwendig onderzoek genoemd. Dus wanneer ik in deze video het heb over het ene moment over een vaginaal onderzoek en het andere moment heb over een inwendig onderzoek, dan weet je vanaf nu, die twee dingen zijn hetzelfde. Een vaginaal onderzoek wordt uitgevoerd door je verloskundige of gynaecologe en daarbij stoppen ze twee vingers in je vagina om aan de baarmoedermond te voelen. Veel vrouwen denken dat hun vagina de gehele buitenkant is, maar de vagina is eigenlijk de tunnel die van de baarmoedermond, dat aan de onderkant van de baarmoeder vastzit, tot aan de buitenkant van je lichaam loopt. En de gedeeltes die je aan de buitenkant ziet, heten eigenlijk de vulva. Dus wanneer je verloskundige of gynaecoloog een vaginaal onderzoek uitvoert, gaat ze met twee vingers in je vagina op zoek naar je baarmoedermond. Je baarmoedermond is eigenlijk de ingang naar de baarmoeder toe. Gedurende de gehele zwangerschap is de baarmoedermond hard, dik en heel goed afgesloten. De baarmoedermond zorgt er namelijk voor dat je baby veilig in de baarmoeder opgesloten zit en dat er geen bacteriën van buitenaf naar binnen kunnen komen. Wanneer de vrouw het einde van haar zwangerschap nadert, zal de baarmoedermond zachter, dunner en meer gaan openen om ervoor te zorgen dat er ruimte gemaakt wordt voor je baby om doorheen geboren te worden. Gedurende de bevalling zal je baarmoedermond langzaamaan steeds meer dunner en korter worden en steeds verder openen om uiteindelijk 10 centimeter te ontsluiten, waardoor je baby geboren kan worden. Vaak wordt tegen het einde van het zwangerschap bij de vrouw één of meerdere inwendige onderzoeken uitgevoerd om te kijken of er al vordering zit in de baarmoedermond. En bij vordering bedoel ik dus dat de baarmoedermond zich aan het voorbereiden is op de bevalling. Dit kunnen ze voelen als de baarmoedermond zachter, dunner en meer open gaat staan. En soms hebben vrouwen tegen het einde van hun zwangerschap rond de 37 tot 40 weken al 2 tot 3 centimeter ontsluiting. Meestal is dat het geval bij vrouwen die al eerder zijn bevallen, maar soms kan dit ook het geval zijn bij vrouwen die nog nooit eerder vaginaal zijn bevallen. Het is dus heel erg normaal dat een baarmoedermond al een klein beetje voorwerk heeft gedaan voordat de bevalling daadwerkelijk gaat beginnen. En het kan zelfs zo zijn dat een vrouw wekenlang rondloopt met 2 centimeter ontsluiting, maar dat de bevalling niet direct begint. Daarnaast vertelt een vaginaal onderzoek jou waar je baby zich bevindt in de bekken. Om geboren te kunnen worden moet de baby zichzelf door het bekken heen navigeren. En op basis van waar ze zich bevinden in de bekken, zullen ze zich op verschillende stations bevinden. De stations van het bekken gaan van een min 4, waarbij ze boven het bekken zweven en er nog beweging te voelen is in het hoofdje, naar 0 station, waarbij ze mooi zijn ingedaald, en een plus 3, waarbij het hoofdje staat om geboren te kunnen worden. Dus door middel van inwendig onderzoek kan jouw zorgverlener jou vertellen waar je baby zich bevindt in het bekken en dit is een goede indicatie over de vordering die jij en je baby maken tijdens de bevalling. Dus een inwendig onderzoek kan je veel vertellen over jezelf en je baby, maar wat het je niet kan vertellen is wanneer jij zult gaan bevallen of hoe lang de bevalling nog gaat duren.
Heel veel vrouwen raken ontmoedigd of worden nerveus van het resultaat van hun inwendig onderzoek tegen het einde van hun zwangerschap en zelfs tijdens de bevalling, omdat het niet het resultaat is waar zij op hadden gehoopt. Tegen het einde van je zwangerschap kan een bevalling beginnen bij een vrouw die geen enkele ontsluiting heeft en waarbij ook geen enkele vordering lijkt te zijn in de baarmoedermond, terwijl er andere vrouwen zijn die al weken rond kunnen lopen met 2 tot 3 centimeter ontsluiting. Ik heb veel vrouwen begeleid waarbij verteld werd dat ze al 2 centimeter ontsluiting hadden en waarbij de baarmoedermond al heel erg mooi dun en week aan het worden was. En die vervolgens weken moesten wachten tot de bevalling überhaupt ging beginnen. En daarna zijn er vrouwen die maar 1 centimeter ontsluiting hadden en vervolgens 9 uur later hun kindje in hun armen hadden. Dus probeer niet ontmoedigd te raken door de uitslag van jouw inwendig onderzoek. Want een bevalling is een vreselijk onvoorspelbaar. Het beste wat jij kunt doen tegen het einde van je zwangerschap is om te ontspannen in een omgeving waarin jij je veilig en ontspannen voelt. En heb vertrouwen in je lichaam. Wat belangrijk is, is om te onthouden dat je lichaam volgt wat je brein het vertelt. Wanneer je brein gespannen is, zal je lichaam ook gespannen zijn. En wat een lichaam nodig heeft om te baren, is een ontspannen brein. Een ontspannen brein geeft een signaal aan het lichaam om te ontspannen en te openen. En dit is belangrijk tijdens de bevalling. Tijdens de bevalling kan de uitslag van een inwendig onderzoek heel erg ontmoedigend zijn wanneer het niet de uitslag is waar zij op hadden gehoopt. En ik wil je eraan helpen herinneren dat de ontsluiting niet alles zegt over jouw vordering tijdens de bevalling. Ik vertel je meer over alle manieren van vordering tijdens de bevalling in deze video die ik hierboven even zal linken. Sommige vrouwen vinden het heel erg fijn om regelmatig een inwendig onderzoek te krijgen, om te horen te krijgen hoeveel centimeter ontsluiting ze op dat moment hebben en te weten hoe ver ze al zijn gevorderd in hun ontsluiting. Terwijl andere vrouwen juist absoluut geen inwendig onderzoek willen tijdens de bevalling. Het kan zijn dat ze een inwendig onderzoek geen fijn idee vinden en zich niet willen laten storen terwijl ze in hun bubbel zitten waarin ze heel goed om weten te gaan met de weeën. Of ze willen geen inwendig onderzoek omdat ze niet willen dat ze ontmoedigd raken door de uitslag van het inwendig onderzoek. Of je nu wel of geen inwendig onderzoek wilt tijdens de bevalling, het is belangrijk om te weten dat de ontsluiting geen indicatie is om te weten hoe lang de bevalling nog zal duren. Een bevalling is geen uitgeschreven race waarbij er ieder uur een centimeter ontsluiting moet zijn. Een bevalling is een natuurlijk proces en ieder lichaam en iedere bevalling is ook geheel anders. Sommige vrouwen doen uren over die eerste 4 centimeter ontsluiting, terwijl ze vervolgens binnen een uur 6 centimeter kunnen ontsluiten. En andere vrouwen maken juist hele mooie vooruitgang in het begin en blijven vervolgens heel lang op de 5 centimeter ontsluiting hangen. Een inwendig onderzoek en de hoeveelheid centimeters die jij op dat moment aan ontsluiting hebt, zegt dus niks over hoe lang jouw bevalling zal gaan duren. En het is daarom de vraag aan jou of jij het dan alsnog fijn vindt om te weten hoeveel ontsluiting je dan hebt. Een ander belangrijk onderdeel om te weten is dat de baarmoedermond tijdens de bevalling de functie heeft van een sluitspier. Een sluitspier vind je bijvoorbeeld ook in je anus en kan zich ontspannen en openen, maar zich ook aanspannen en weer sluiten. Een sluitspier is verlegen en dat wil zeggen dat wanneer zij zich ongemakkelijk, onveilig of blootgesteld voelt, dat zij zich zal gaan sluiten. Een vaginaal onderzoek kan als een vervelende onderbreking gezien worden door de vrouw tijdens de bevalling. Om een vaginaal onderzoek uit te voeren, wordt er meestal van de vrouw gevraagd om plat op haar rug te gaan liggen, zodat de zorgverlener er beter bij kan. En het plat op je rug liggen wordt meestal als zeer ongemakkelijk ervaren. Daarnaast wil je zorgverlener vaak inwendig voelen hoe krachtig je wee is en zal ze haar vingers in je vagina houden tot er weer een wee opkomt om te voelen hoe je baarmoedermond samentrekt tijdens de wee. Dit alles zorgt ervoor dat een vrouw uit haar bubbel wordt gehaald en vaak na een inwendig onderzoek weer op zoek moet gaan naar haar oude routine om weer met de weeën om te kunnen gaan. Het kan dus wel eens duren voordat zij weer in haar ritme komt en de bevalling weer verder kan gaan vorderen.
Wanneer een vrouw zich tijdens een inwendig onderzoek ongemakkelijk voelt of niet het gevoel heeft dat zij een keuze heeft in het onderzoek dat wordt uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat de baarmoedermond zich gaat sluiten en de bevalling even niet meer verder zal vorderen. En tijdens de bevalling wil je juist dat de baarmoedermond open blijft en meer zal gaan openen totdat de baby is geboren. Het laatste waar ik het over wil hebben is dat inwendig onderzoek 100% jouw vrije keuze is. Onthoud dat het jouw lichaam is, het is jouw baby en het is jouw bevalling. Dus jij hebt 100% het recht om jouw goedkeuring te geven of niet voor elke ingreep die ze willen uitvoeren. Over het algemeen zal je tegen het einde van je zwangerschap een keer een inwendig onderzoek krijgen. Eentje wanneer je vermoedt dat de bevalling is begonnen. Een keer gedurende de bevalling. En één wanneer je het gevoel hebt dat je moet persen. Maar jij hebt ten alle tijde het recht of je deze inwendige onderzoeken uitgevoerd wilt hebben of niet. Weet dat wanneer een inwendig onderzoek door je zorgverlener wordt voorgesteld, dat dit niet betekent dat je hier goedkeuring voor hoeft te geven. Het is oké voor jou om dit niet goed te keuren als dit voor jou niet goed voelt. Als dit wel goed voelt voor jou, dan is dit natuurlijk helemaal oké. En dan is het goed dat jij deze goedkeuring geeft, maar weet dat jij hier de keuze in hebt en zelf mag bepalen welke onderzoeken jij gedaan wilt hebben en welke niet. Zeker tijdens medische bevallingen worden vaginale onderzoeken als een routine uitgevoerd waarbij de zorgverlener er niet eens twee keer over nadenkt. Maar aan het einde van de dag ben jij degene waarbij deze onderzoeken gedaan worden en die naar huis zal gaan met een bepaalde ervaring die je bij zal blijven. Ik vind het heel erg belangrijk dat vrouwen weten dat zij ten alle tijde het recht hebben om voor zichzelf keuzes te maken en te blijven herinneren dat het hun lichaam is, hun baby en hun bevalling. Jouw ervaring is belangrijk en opkomen voor jouw wensen is daar een heel belangrijk onderdeel van. Als jij besluit dat je geen inwendig onderzoek wilt tijdens de bevalling, bekijk dan eens mijn video over de hands-off bevalling die ik hierboven voor je zal linken. En zorg er daarnaast voor dat je dit vooraf duidelijk met je zorgverlener bespreekt en ook in je geboorteplan opschrijft. Ik vind het altijd belangrijk dat vrouwen kiezen voor datgene waar zij zich goed bij voelen, maar dat het ook belangrijk is om te weten dat een bevalling niet altijd gaat zoals gepland. En dat het belangrijk is om ook flexibel te kunnen zijn in je wensen. Als jij vooraf besluit dat je geen inwendig onderzoek wil, maar je bevalling na uren niet lijkt te vorderen en ze willen het met je hebben over eventuele interventies om de bevalling te helpen vorderen, dan kan het voor jou goed zijn om hier een weloverwogen beslissing in te maken om wel een inwendig onderzoek uit te laten voeren, zodat iedereen weet wat er in jouw lichaam gebeurt en wat de juiste stappen kunnen zijn om jou en je bevalling te doen helpen slagen. Juist door vooraf goed voor te bereiden, te weten wat je wensen zijn, maar ook weten hoe jij een weloverwogen beslissing kan maken en het gevoel hebt dat jij betrokken wordt bij het proces, kun jij ervoor zorgen dat je een positieve ervaring overhoudt aan jouw bevalling. En juist deze ervaring is zo ontzettend belangrijk. Een bevalling is het mooiste uit je leven, want jij gaat je kindje ontmoeten en daar wil je wel een positieve ervaring aan overhouden. Ik hoop dat ik in deze video jou meer informatie heb gegeven over het krijgen van een inwendig onderzoek en jou inzichten heb kunnen geven in de keuzevrijheid die jij ten alle tijde hebt tijdens de bevalling. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet hem dan niet een like te geven en hem te delen met een vriendin of familielid. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en ik zie je heel graag terug in een van mijn volgende video's. Bye!